In deze video gaan wij bingo spelen, maar niet normale bingo. Namelijk voetbal bingo. In totaal gaan wij 9 opdrachten uitvoeren. En de eerste opdracht is: geef iemand een panna met een zoen. En de tweede opdracht is: laat 5 mensen abonneren op L Jackson Twins. Challenge 3: geef een panna van minimaal 5 meter afstand. Vierde opdracht is: vind iemand die 20 keer kan hooghouden. Challenge 5: laat iemand jou een panna geven, maar maak niet uit hoe. Dan is de 6e opdracht: leer iemand een trucje. De 7e opdracht is: vind iemand die jouw flesje omschiet en trickshot. En de 8e opdracht is: verdien geld met een straatshow. Dus je moet gewoon een petje neerleggen of iets en dan moeten mensen daar geld in leggen. 20 cent is al genoeg, geld is geld. En de laatste opdracht is: geef 2 panna's tegelijk, dus een dubbele panna. Wie de bingo kaart binnen de snelste tijd vol heeft, heeft bingo! Oké, ik ga hem nu starten. Let's go. Let's go. Pak je vragen. Kan je zuur doen? Nee, kunt je van mij de zuur? Zo. Zuur. Alsjeblieft. Bruh. Oh, hey, mag jou wat vragen? Meneer, kunt u voor mij de stuur doen? Oh, okay. Wil je trucje leren? Het gaat zo bukken. Ga je me zo, zeg maar, kijk. Als je... Ja, en dan je hoofd omhoog nu. Ja, top. Meneer, kunt u de stuur doen? Nee. Moet ik even wel iemand vinden die voor voetbal? Ja, kom maar hierachter. Ja, meneer. Nope. Oh, jammer. Terug. Zou ik gewoon op die plein anders gaan? Dat is veel overzichtelijker. Ja, zou ik wel doen. Het is moeilijker dan ik had verwacht. Oké, ik ga die afsteven komen. Ik heb deze gedaan, deze nog niet. Die gaan we nu even snel doen. Nope. Nope. Kun je toevallig Ronaldo doen? Kunt u dat doen voor mij? Ah, oké. Okay. Die gaan we nu even snel doen. Zijn we aan begonnen en we hebben nog niks gedaan. Ja, is goed. Hé, 100. Oh, niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Top. Hé, hey, dankjewel. Oké, de eerste is gelukt. Die zuur, die moeten we even doen. Mag ik u wat vragen? Zou u Ronaldo, zeg maar, Ronaldo Celebration na willen doen? Ja, gewoon zo, zeg maar. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké, tot die is gelukt. Ik heb dus Ronaldo en ik heb al leren. 5 meter panna gaan we doen. Oké, je doet de su. Please. Ja. De su. Van Ronaldo. Ja, voor Ronaldo. Su. Please. Voor mij. Wat? Zeg, gaat u nog. Can I learn your trick? No. Jawel. Voor mij. Please. Oké. Okay. Can you do this? Ja, yeah, can you do this? Hey. Ja, meneer. Nope. Oh, je zou snel een fles willen opschieten. Eén poging. Je was al 1 keer raak nodig. Oké, dus hebben we volgende challenge hebben we ook gehaald. Trickshot, ja. Meneer. Nope. Oh, nog een keer. A few moments later. Oké, we gaan door. We hebben dus nu 3 challenges. Vrouw, kunt u alsjeblieft mijn shoe doen? Oké. Was die? Ja. Yeah. Yes. Ik moet nog panna van 5 meter. Hallo. Oh, van 5 meter, snipe. Nope. Oh, sorry. Ah, moeilijke mensen hier in Tilburg, hoor. Beter op taal, hè. Wat dan? Ja, dan zou je tot Tilburg moeilijke mensen zijn. Da. Ja. We gaan door. Nope. Oh, nope. Oh, sorry. Yes, geef me de... Nope. Oh. Ik krijg gewoon een panna, dus ik zeg gewoon eerlijk, die telt gewoon. Afstreep. Oh ja! Wait a minute! Who are you? Ik word hier gewoon genegeerd door mensen die zich niet tegen. Oké, dus iedereen heeft ook een joker. En die kan je gebruiken voor één ding die je niet wil doen. Dun is hier alweer bezig met zijn volgende challenge: straatshow geven en geld verdienen. Er moet dus geld in het petje komen door iemand. Maar wie gaat dat worden? Er komen heel veel mensen langs, maar niemand geeft wat. Teun blijft maar doorgaan. En het wordt uiteindelijk natuurlijk zwaarder. Maar nog steeds geen geld. Blijf kijken. Ja,
Nadat Teun hier al ongeveer 10 minuten zit, komt daar eindelijk iemand en die geeft 2 euro. Dit betekent dat Teun deze challenge heeft gehaald. Pak een pixelbal. Die is beter voor de show. Ik wil een petje op. Ja, een petje wel eigenlijk. Oké, ik heb een petje gekocht. We gaan het even doen. Hier begin ik aan de challenge van geld verdienen op straat als straatartiest. Dus ik moet mijn skills laten zien en hopelijk geven mensen geld in mijn petje. Besef even hoe lang dit kan duren als er gewoon niemand komt. Maar bij mij was dat niet zo, want na 1 of 2 minuten kwam deze jongen. Hey, hey, hey. Dank u wel, dank u wel. Dan hebben we die ook afgekruist. Die joker op abonnees inzetten en dan gaan we een dubbele panna maken en dan zijn we klaar. Zo net like this. Yeah, thank you. Maat, dus die 5 keer abonneren ga ik mijn joker op gebruiken, want dan hebben we hem nu. Dus snel terug naar Teun. En de tijd stopt. Dit is Jos zijn tijd. Oké, maar Engels is hier heel goed, maar we hebben de challenge voltooid, dus we gaan even rennen naar Jos. Dan gaan we de tijd op stil zetten. Stil. Dan gaan we nu de uitslag van de bingo challenge bekendmaken. En jij had 29 minuten. En Teun had 37 minuten. Dus dat betekent dat ik heb gewonnen. We hebben het heel erg onderschat. Want we dachten, vooral Teun, dat doe ik wel even. Oké, dus ik heb gewonnen. En laat in de comments weten naar welke stad wij de volgende keer moeten komen. Kijk ook deze video hierboven als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort content wilt zien.